Welkom bij dag 3. Vandaag beginnen we aan het eerste deel van de kabel. Kijk je mee? Vandaag gaan we het eerste deel van de kabelvlecht maken. We gebruiken daarvoor een kabelnaald. Dit is er eentje van Clover en die heeft een handige knik in het midden, waardoor je steken iets beter blijven hangen. Want je gaat die even achter of voor je werk moeten plaatsen. Dus we nemen ons werk terug op en we gaan starten met de 4 rechte steken van de zijkant. Dan gaan we deze 6 steken maken. En we gaan ook de steekmarkeerder weer overnemen. En nu gaan we het echte kabelwerk doen. Het eerste deel van de kabel, dus eigenlijk dit stukje tot aan mijn naald, dat gaan we maken door 3 steken achter het werk te nemen. 1, 2, 3 steken, die haal je van je naald af. Je zorgt dat die in het gootje zitten. En dan kan je de naald heel even loslaten. Ik neem ze meestal toch nog mee in de hand en ik brei dan de volgende 3 steken. Dat staat volledig uitgelegd in het patroon. Dus je breidt 3 steken recht. En nu, die 3 steken, die gaan we kruisen aan de achterzijde. Dus we gaan onze draad er ook aan de juiste kant terug achter zetten. En dan zie je dat je eigenlijk aan het vlechten bent met je steken. En die steken gaan we nu breien. Ook gewoon recht. 1, 2, 3. Dus dat is het eerste deel van de vlecht. Het tweede deel, daarvoor neem je weer 3 steken af. 1, 2, 3. Die staan op je kabelnaald en die hang je voor je werk. En je gaat verder. 1, 2, 3 steken haken. Breien, excuseer. Die 3 steken, die moeten nu hier nog achter komen. Dus dat is het andere deel van je vlecht. Je schuift die een beetje naar voren en je breidt die ook gewoon recht. Wat belangrijk is, is dat je de draad voldoende aantrekt. Want anders ga je grote gaten krijgen tussen je kabels. Sowieso zijn er gaten. Want hier kan ik bijvoorbeeld mijn vinger doorheen steken. Die gaan, doordat het samen getrokken wordt, minder opvallen. Maar het is toch belangrijk om het voldoende aan te trekken. Dan nemen we de steekmarkeerder weer over. En gaan we tot het einde van de toer breien. Omdat we een beetje ruimte nodig hebben om die kabel mooi tot zijn recht te laten komen, gaan we ervoor zorgen dat we nog een teruggaande naald averecht gaan breien, een heengaande naald recht en een teruggaande naald averecht. En dan zie ik jullie morgen terug om dit stukje te beginnen. Zo, dit was het eerste deel van de kabel. Morgen gaan we verder met deel 2. Tot dan!